Terwijl er oplossingen worden gezocht voor het probleem van paddikaf, hebben onverlatenen zich schuldig gemaakt aan het dumpen van afval van bouwmaterialen op de oude paddikafdumplek. DC Julum Singh reageert hierop als volgt. Dus dan wil ik deze mensen in ieder geval oproep doen aan deze mensen. Het is misschien nooit te veel om zich in ieder geval te gedragen. Als Surinamer en deze te gedragen als Nigeriaan. Ik zal niet zeggen hoe ze niet moeten gedragen, maar in ieder geval zich te gedragen als Nigeriaan. En vuil te storten op vuilstortplaatsen en onze paddikafdumplaatsen niet te verontreinigen met alle andere rommel die daar niet thuis hoort. Want eventueel in de toekomst zal paddikaf die daar ligt in ieder geval wel gebruikt worden. Men zou zich makkelijk kunnen afvragen dat deze Joa Kakeri, want ik heb het al gegooid, hij kan verder toch niets doen. Het is makkelijk gezegd, maar op het moment dat de stille getuigen krijgen, dan heb je wel een serieus probleem. U weet dat u dan 3 maanden de bak in kunt gaan. Daarvoor, voor een stomme handeling die gepleegd is, gaat u 3 maanden gewoon brommen in de gevangenis. En dan zult u wel tot inkeer komen. En dat is ene, en de ene zichtbare is wat ik niet kan doen en dat sowieso gaat krijgen. Daar hoeft niemand u te pakken. U hebt zelf gepakt wanneer u de handeling gepleegd. Moeder natuur gaat u wel absoluut afstraffen.